Spelen tegen de pannakoning van Nederland, dan krijg je heel veel van dit soort momenten. Trucjes werden gegooid. Door de fantastische Jermaine Vanenburg, straat- en zaalvoetballegende. En de oom van Elgeroy Elia, die een WK-voetbalfinale speelde met Nederland en hier een strafschop wil. Dit is Edward van Geels, de godfather van het straatvoetbal. Ook een levende legende die het de creators heel, heel moeilijk maakte. Ja, was superleuk dit. Ja. Moeten we vaker doen. Het zijn de grote voorbeelden van Izzy Hitman, die voor de creators vlamde. Die met dit soort achterlijke acties kwam. En die dan ook nog zo scoorde. Maakte Akamist koppend een doelpunt. En wat zijn dit voor celebrations van Sebas en Bailey de Recht? Ja, het is gewoon mooi. Gewoon mooi om dit te doen. Jongens van de straat, met de creators. Wat een wedstrijd, wat een dag. En scoort zelfs keeper Koen Zitoen? Genoten. En niet alleen van het voetbal. Hij heeft gewoon persoonlijke beveiliging, die Koen. Hij kan hier in Rotterdam niet normaal over straat, hè? Here we go! We gaan nu serieus doen alsof we aankomen lopen net. Oké, jongens, kom. Aankomen per spelersbus. Gearriveerd. Zo, we zijn er. We zijn er net, man. Bedankt, chauffeur. Bedankt. We zijn in het prachtige Rotterdam. Rotterdam. Oftewel, bij de... Kuip. Prachtig stadion, een mooi stadion van Nederland. Ik ben niet verder gekomen dan de Badkuip, is ook leuk. Ja, dat is ook een goeie. Naast de Kuip, namelijk het topsportcentrum Rotterdam. Nou, ik denk, we spelen ze wat in de Kuip. Ik rijden, hoofdingang Kuip en ik ging toch wel rechtsaf. Het wordt een pittig avondje. Ik heb de tegenstander geanalyseerd. Daarin veel legends, maar Creators FC heeft Joris Akamist en Bailey de Recht, die niet voor niets Bailey Freestyle heet. Ja, natuurlijk wel. Wat doe je allemaal? Kijk, dit is rij. Creatief. Is ook Koen Zitoen, vooral zonder bal. Glitch in de tijd. Glitch in de tijd. Glitch op de weg, zeg maar. Glitch op de weg. Glitch in de game, dat zijn er, man. Hoe is het, bro? Luc Steen is laat, maar op tijd. En Roy de coach? Wij moesten dus met de lift, met het hele team, zo. Zijn we er allemaal? Even kijken. Sebas. Sebas is er ook, leuk. Echt zo? Zijn we naar beneden gegaan. Oké, wedstrijdbespreking in de lift. Nou jongens, 4-3-3. Maar ik denk dat dat ons de das om heeft gedaan. Die lift. Ja. Luc, linksachter. 2-2-1. Claustrofobie. Ja, sorry. Ja. Even een woordje tussendoor, hè. Het wordt een spektakelstuk in het... Topsportcentrum Rotterdam. Waar de halve finales en finales zijn van het nationale bekertoernooi in de zaal. Dit is een gekhuis, joh. Dat is niet normaal. Het licht gaat uit. De lichtshow begint. De legends staan klaar. De creators staan klaar. En dan... Vuurwerk. Wat? Vuurwerk! In zijn eigen Rotterdam gekke gast, maar ook gewoon een topkeeper in de zaal. Ik heb nog twee keer gescoord met RKC tegen Feyenoord. Won je hem toen? Ja, wonnen we hem toen. Laatste minuut. Natuurlijk, veel van dit soort shirts hier van de bekerfinalist, want we zijn in... Roffa, hè? Roffa, je weet het. En die was gewoon profvoetballer. Bijna een WK-winnaar. En de grootste legend, cameraman Etje van Kuilenborg. En dan zijn er hopelijk mooie beelden. Ja, dus Etje, chapeau. En daar team Elia, dat barst van de kwaliteiten. Ja, heel dat team hier, dat is niet normaal. Hier staan mannen die de inspiratie zijn van de jonge generatie freestyle voetballers. De creators van de creators. Ja, dat is... Nog even snel naar de close-ups van de creators en close-ups van de Elia Legends, inclusief die panna-koning. Jongens, jullie weten het zoals altijd. Zorg even dat je die like en die subscribe-button ingetikt hebt.
Roy strikt nog een willekeurige toeschouwer last minute om mee te doen met zijn team. Daarom staat hij niet op de teamfoto. En onze hangjongere wil nog wat kwijt aan jullie eventjes voor de wedstrijd. Wil jij nou jouw woord in de video terug horen? Ja, heel simpel. Je weet wat je moet doen. In de comments laten weten. En wie weet zegt Edward jouw woord. Luc Steen doet als warming-up de Luc Steen, maar niet zomaar eentje. Het is er eentje die gewoon het doel in gaat. Ook Joris vermaakt het publiek nog voordat de aftrap is gedaan. En wat jij kan, dat kan ik ook, zegt hij tegen Luc. Elia krijgt het mooiste vaantje uit zijn carrière. Nee, niet Gerald. Camera staat nu niet meer scheef en Roy de Goochelaar wint altijd de tos. Het is goud. Doe de aftrap. Dat aftrappen doet hij zo. Gozer, wat doe jij? En hoe heet de commentator? Etje. Maar wie sprong dan echt even bovenuit? Ja, wel, hè? Etje. Pak de popcorn erbij, want dit wordt de leukste zaalvoetbalwedstrijd die je ooit hebt gezien. Team Elia komt met het eerste schot. En Roy de coach neemt zijn vaste positie in. Akamist leert gelijk dat je de bal wel heel goed moet afschermen om hem niet kwijt te raken aan deze sluwe gasten. En Elia heeft gewoon een WK voetbalfinale op het veld gespeeld met het Nederlands elftal. En schiet het er gelijk maar eventjes in. Echt een romige goal die Koen liever verdrinkt. Hij heeft niet gescoord. Sorry, Elia, maar jij hebt niet gescoord. Koen heeft geen actieve herinneringen aan dit moment van Elia. De nul is dus ook in de zaal al heel snel weg. Ja, we laten ze expres op voorstel komen natuurlijk. Ja. Maar de creators gaan ook heel veel mooie dingen laten zien. Joris misschien hier al, maar kijk dan naar de rust en het uitverdedigen van Elia. Rond het veld wordt chips gegeten en wijn gedronken en Elia vindt dat schandalig. Nee joh, we moeten lekker genieten man. Is hij hitman? Het is Pasen en daarom speelt hij hier de paasbaas. Joris, zo! Hij heeft een vierkant hoofd. Heeft hij het oprecht gezegd? Nee, het is gezegd. Zonder vierkant hoofd had Joris zijn eerste kopgoal ooit gemaakt. Daar is Elia weer. Natuurlijk een hele grote meneer. Elia speelde gewoon 30 in de lansen en kan met rechts en links schieten. Zo, net naast hier. Dan Luc, die zijn tegenstander uitdaagt met deze veekont. Jury Cornelissen, Luc... Luc en bal kwijt aan Elia. Hooligans zijn er ook. En dit is Brian Pereira. Als veldspeler heeft hij nog voor NAC en AC gespeeld en Excelsior. En hier is ook hij dicht bij een doelpunt en weet Luc die goed binnen te houden. En dit is altijd op twee verschillende kleuren schoenen. Jermaine Vanenburg, wat kan die nog voetballen? En Kiep Kiep Hoera, daar is de eerste redding van Koen. Easy Hitman, 1-1. Nee, Redino Manguer, wat kan die man heerlijke Suri-muziek maken en keepen? Easy. Is hij met bijna weer zo'n paas. Het was bijna een eigen doelpunt. Kijk maar. Elia is nog steeds snel. Heel snel, fit. En Koen ook. Bailey. Jury. Bailey. En dat klinkt al goed en zag er ook goed uit, dat 1-2'tje. Zijn handstandtruc bij Roy op kantoor staat al op 100.000 views. Daar weer de man op twee verschillende schoenen, Elia aan de spits. En wat een team! De redding was van Koen en die was uitstekend op het schot van Elia. Izzy probeert een lopje. Het is genieten en het wordt alleen maar mooier en gekker. Dit is nog een beetje aftasten, nog een beetje snuffelen zo aan elkaar. Elia, en dat doet hij slim hoor. Izzy, oh, probeert het zo. Ja, hij was overal en daar komt hij weer. Scharen, versnelling, actie en bijna goal. Jermaine Vanenburg, bedenker van de Panna knockout. Paasje, goed. Koen of Bailey of allebei niet. Easy claps. Ricardo Pinto maakt de 2-0 voor Team Elia. Ja, dat was een kleine miscommunicatie. Een kleintje. Pinto, een Belgische street soccer legend, maakt hem. Zo, en hoe noemen we dat op z'n Rotterdams? Plundert. De blundert van de avond misschien wel. Verder komen er vooral hoogtepunten aan. Op het scorebord staat dan vervolgens per ongeluk dat Creators het thuisspelende team is. En zien we dat er in minuut 19:08 gescoord wordt. Joris heeft een probleem. Gaat hij met rechts schieten? Links, linkerhoek, rechterhoek? Ik kan niet kiezen. Dus was hij recht op de keeper af? Nooit rechtdoor gaat Izzy Hitman. Die komt met deze ingewikkelde moves en bijna een doelpunt zeg. Heerlijk dit. Jermaine Vanenburg. En hey, ja, die kan 3 man passeren in een telefooncel. Sebas tegenover zich. En doe bye bye Sebas. Wat is die Jermaine nog goed zeg. Dan daagt hij Bailey uit. En wanneer passeren niet lukt, dan doet hij gewoon dit. Ha, mooi hoor. Jermaine is wel echt een vervelende goede voetballer.
Vooral dat laatste. En daar is hij weer. Met Sebas. En zonder Sebas. Lucas de volgende actie. Palos! De creators worden behoorlijk weggespeeld in de beginfase. En Sebas, die moet diep door zijn knieën. Pinto, Edward van Gils is erin gekomen. En zo, een echte Teletubby goal. Ja, wat een lucky ook toch. Wat een lucky. De actie is geweldig. Het inspelen ook. Net als het klaarleggen door Edje. En dan een beetje geluk bij het meekrijgen en scoren. Het is 3-0 voor Team Elia. Kunnen de creators hiervan terugkomen? Er wordt 2 keer 20 minuten gespeeld. En dan zien we dat Luc Steen keihard Steenhard door zijn tegenstander heen wil. Maar die heeft iets meer massa dan Lucje. Er gebeuren verbijsterende dingen en de creators worden sterker. Bailey naar Luc. Beetje moncho verdedigd. En Luc prikt er bijna eentje in. Was er als de kippen bij. Oeh. Koen. En Roy stapt er even het veld in als zesde man. Dat was niet normaal. Koen. Luc. Wat die kan met een bal is ook niet normaal. Crazy gewoon. Versnelling en bijna door de benen van de keeper. De creators gaan steeds beter voetballen. Team Elia voelt dat met al die ervaring. Dus spreken ze de golf eventjes zo. Gras eten in de zaal. Blauw gras. Luc. Even inhouden voor de versnelling. En daar komt hij. Luc laat zich zien hoor. Maar die Jermaine helemaal. Let op. Sebas is hier even helemaal de bal kwijt. Ik hoop dat hij erop staat. Oh, hij staat er zeker op. Hij staat er zeker op. Uiteraard. En nog een keer zelfs. In slow motion. Jermaine Vanenburg is de naam. En Sebas de Jong. Acties worden dan gelijk op socials gezet. En hij loopt nog door. Die actie. Zo. Sebas. Doe, bye bye, Sebas. Die later revanche gaat nemen. Sebas. Is hij? Bailey komt daar. En is dat geen strafschop? Ja, hij werd daar echt tegen zijn voet getikt. Krijgt hem niet. Wel steeds meer creators momenten. En Jermaine, Elia tegenover Koen. En het is rust. 3-0 voor Team Elia. Met nog een hakje toe van Jermaine. Ja, wat moet je doen tegen deze gasten? Op het veld maken ze wel af. Ja, kijk. Het zijn veteranen, dus dan geven ze gewoon automatisch een 3-0 voorsprong. Dat is logisch, want ze zijn helemaal kapot. De tweede helft wordt daarom de held van de comeback. Er is helemaal niks aan het handje. Het zijn allemaal oude gasten, joh. Elia in 1988 een EK gespeeld. Maar er staat wel 0-3 op het scorebord. En onze stagiaire heeft nog geen infield celebration van de creators kunnen filmen. Tweede helft met Edje van Gilst en de creators in de hoofdrol. Let maar op, Elia. Roy wil 2 keer aftrappen. En Elia slaat hem daarom met een golfswing weg. Koen gooit nog wat liefde naar de fans. En dan gaan we los hoor. Luc, balverlies. Elia, Vanenburg en... Goeie reactie hoor van Koen. Die echt een hele goede zaalvoetbalkeeper is. Vanenburg weer. 2 man om zich heen. Geen probleem. Elia en 4-0 zou einde verhaal zijn. Nu zien zij het nog roze in voor de creators. Elia. Elia. En nu willen zij een strafschop, maar krijgen hem niet. Terecht. Beentjes werden uitgestoken, maar Elia viel te makkelijk. Daar is Koen weg. En die wordt niet aangevallen. Komt van ver. En dat zou wat zijn wanneer een keeper scoort vandaag. Iedereen geniet. Alleen hij daar links vindt het niet om aan te zien. Roy is erin gekomen. Daar bij de paal. Koen. En Roy heeft een probleem. Ik kan alleen rechtuit lopen. En naast tikken. Zo. Jermaine. Balverlies. Ja, balverlies. Dat gebeurt hem zelden. Dit moet hem gaan worden. Dit is Bailey. Direct door. Lopen rechter. Schieten 3-1. Wat een zalige goal. Want back in business. Uitstekend ingeschoten hoor. Prima. Hard genoeg en precies in de hoek. Het is zijn eerste Creators FC goal. En er is nog ruim een kwartier te spelen. Na dit doelpunt. Luc. Roy. Die heeft vele bijnamen en 3 punten Roy is er eentje van. Hé, hey, die puntetjes die werkten wel hier in de zaal. Beter dan op het veld, of niet? Elia, over Roy. Ja, hij is nu langzamer geworden, maar je ziet gewoon hoe hij die bal nog aan zijn voet houdt. Elia. Vanenburg. Elia, geblokt. De creators gaan beter verdedigen. Jury, die dus scoorde in de Kuip tegen Feyenoord. Maar hier nog niet. En kijk die Koeners terugrennen. De creators gaan meer risico nemen en Elia huppelen. Vanenburg ingespeeld en die krijgt te maken met Koen en zijn knuffelverslaving. Allemaal liefde en respect voor elkaar, maar vervolgens hier even niet, want fel van de bal gezet. Luc, Elia, Vanenburg. Oh, ja, doet het zo. Wat een publiekspeler.
En wat een actie. Koen, goed naar Izzy geslingerd en daar is de 3-2 niet. Weer paal. Een lucky mate. Maar die 3-2 kan niet uitblijven zo. Izzy. Joris. Juri. Izzy. Oh, wat een heerlijke goal. Achter het standbeen langs. Bailey de Recht met de 3-2. Is hij mooi of niet? Er komt een zinder ontknoping aan hoor, na dit doelpunt. Heerlijk. Nee. Voor het scorebord wordt het een beetje te veel. Zoveel moois. En van achter het doel is hij ook niet onaardig hoor. Gelijk daarna is hij. Bailey met een recht toe recht aan doelpunt. Wat een goal. We zijn er. 3-3. En de paasbaas hiervan is natuurlijk Izzy. Het hoeft niet altijd ingewikkeld. Eén keer raken en... goal, zijn tweede. Heerlijk. En er is over nagedacht. Het werd tijdens de rust al gezegd. Het loopt volgens planning. Ja, we kwamen met die comeback toch? En dat is wat we verwachten. Eerste helft misschien lastig. Zijn nog fit. Dan tweede helft moe. Ja, ze waren het even helemaal kwijt. Even dan, want dit is Edward van Gils. En daar is Jermaine Vanenburg. En wat draait hij snel? En dan... oh! Wat een goal zeg! Van Jermaine Vanenburg. Een sappige goal om van te smullen. Zelfs de creators feliciteren met dit doelpunt. Hey, ik deed echt mijn best, man. Hij draait. Hij is 50, maar is niet normaal wat man. Deze 30ers, 40ers en 50ers zijn legends. Blijven altijd legends. En er komen nog bijna 11 minuten aan met veel meer moois. 3-4. Wat een spanning zeg. En wat een goals. Izzy. Izzy. En hier Edward, Edje van Gils. En kijk eens hoe die zich vrij speelt. Lees zijn boek The Godfather of Street Football. Hij ging de wereld over met team Ronaldinho. Is 47 jaar en nog steeds zo goed. Edje is gewoon super fit. Hij voetbalt nog heel veel volgens mij. Izzy. Bailey. Izzy, die vinden elkaar goed hoor. De nieuwe generatie laat zeker ook van zich zien. Op jacht naar de 4-4. Izzy. Juri, dat klinkt gewoon ook kloppend en de ouwetjes moeten nu vol aan de bak hoor. Redinho, Retsier. Brian, Pereira. Maar de kaars gaat langzaam uit. Bij Koen nooit, die speelt altijd vuur. Daar gaat hij. Koen, Izzy, hakje, goal. Dit is een voldoende goal. Via een voet, maar wat geeft het? Het is 4-4. Een heerlijke wipwap wedstrijd is dit. Assist, Koen ziet toen, keeper. En verslagen is Edinho. Keeper. Zo. En nu? Wat gebeurt er dan? Roy staat daar en die schiet een tweede bal het veld in. Het is gewoon echt super irritant. En niet zo slim, want nu zijn ze getergd hoor. Ricardo Pinto is dit. Draait Bailey weg en wat een actie. En daar is Brian Ferreira met de 5-4 voor Team Elia. Wat een fantastische actie van die Belgische zaalvoetballegend. En wat een paas. En daar... de goal. Onbedoelde voorassist, Roy de coach. Moeten ze weer de achtervolging, de creators, na deze wonderschone. Nog 7,5 minuut. Wat een wedstrijd zeg. Pinto. Oh, Pereira. Twee prima pace. Wat een spelers, maar niet raak. En hier komt het slotoffensief van de creators. Met Izzy en die goede keeper. Edje. Inspelen en doorbewegen. De actie blijft in balbezit, nog steeds. Nog een actie, ja, nog een actie. Dan gooit hij deze. Wat een speler. Acties uit deze wedstrijd gaan de hele wereld over. Net als Edje zelf deed met zijn tricks. Ricardo, balverlies, Sebas, gebruikt zijn lichaam goed. Sebas, en die wordt tegen de grond gewerkt. Ik werd nog beschuldigd van een zwalbe. Maar hij werd echt wel even vastgehouden. It Guido nu. Niemand wil deze verliezen tijdens de Final Four van Nederland. Bailey test de hoogte van het topsportcentrum. Keeper Koen is mee naar voren. En dus ligt het open aan de andere kant. En daar is de 6-4 niet. Izzy. Sebas. Echte spits. Op het veld. Doelgericht. Bijna. Scouts bespreken of die wel goed genoeg is in de zaal. En let dan op Edje van Gils. Die is echt onnavolgbaar. Niet van de bal te krijgen. En zo snel met die voetjes. Prachtig. Deze mannen staan aan de basis van al die trucjesgooiers van nu op de socials. Versnelling. De paas. Precies goede snelheid. Precies op de goede voet. Brian Pereira. En 6-4. Keeper Koen heeft nog met hem samengespeeld trouwens. Ja, ik ken hem. Hij wil mij heel graag een lop geven. Ik dacht, als ik blijf staan, kan hij zo doen. De acties van Edje die eraan vooraf gingen. En dan het doelpunt zelf. Dit is hogeschoolvoetbal. Heerlijk. Prachtig.
Hier ziet u een Roy van Rossum in zijn natuurlijke habitat, aan de paal vastgekleefd. En heel soms kiest een Roy van Rossum een andere paal om zijn prooi te verrassen. Niveau daalt, niveau daalt. Bij die paal wel ja, maar op de rest van het veld zeker niet, want dit is Joris. En Roy sloeg hem bijna nog in het doel, daar bij die paal. Kijk maar. Er zijn nog 2 minuten te spelen. De 6-5 moet dan nu gaan vallen. Sebas en geblokt. Doel ligt open aan de andere kant. Doel ligt open en 7-4 door Rico Kogeldans. Ja, het zijn wel allemaal bijzondere goals en Elia waardeert hem zo. Maar deze betekent game over. Nou ja, qua winnaar. 7-4 in plaats van 6-5. Zo vlak voor tijd. Scorebord kan het doelpunt de geweld niet meer bijhouden. En Roy ziet dat zijn plekje is ingenomen. En dan gebeurt dit rechts in beeld. Roy heeft een lichte vorm van epilepsie. De scheidsrechter vindt het geen strafschop. Het is te proberen. Ja. Niet mijn avond. Nee. Elia. Voorbij Sebas. Elia vergeet de bal of was het de schijnbeweging. En bijna de 8-4. Dat zou geflatteerd zijn geweest. En oh, dan ook deze nog eventjes. Koen heeft hem klem vast. Dan nog Koen heeft trek en gaat even gas eten bij deze corner. Wat is dit? Vragen zij zich af. Laatste minuut. Gaat spits Sebastian nog zijn goaltje maken in het topsportcentrum. Hier is Sebas en ja! En wat is dit voor celebration? Ja, het was niet de mooiste. Gevierd op bijzondere schoenen. Hey, gelijk aan de spelletjes. Elia stond erbij en keek naar mijn schoenen. Weet je, hij zegt, what are those? Hij schrok zich kapot van die schoenen. Hij zegt, wat zijn dat dan? Springveren. Ja, ik heb ze nu niet meer aan. Maar hier wel. En wat komt die hoog op die speciale kicks? Hoe heten ze? Space jumpers. Space jumpers. En die celebration, hoe zit dat? Dus mijn celebration was ook... Een konijnensprong? Van het basketballen. Ah, dat is goed dat hij dat erbij zegt. Ik heb nog nooit een basketballer zo zien scoren. Sebas brengt wel mooi zijn zaalvoetbaldoelpunt mee. Het is 7-5. Dat is een draagbare stand. Komt er nog een toetje. Jermaine de pannenkoning met... Oh, dat krijg je terug wanneer je scoort. Wat een panna deluxe. Sebas probeerde zijn benen nog dicht te doen. Kansloos. In de stervende tellen is dit nog een geweldige actie. Lijpe actie van Izzy Hitman. Fantastisch gedaan. Bijna nog een wereldgoal. En Koen probeert dan de allerlaatste counter er zo uit te halen. Is die helemaal gek? Ja, hij is prettig gestoord. Maar hij weet de uitgooi niet te verstoren. Daar gaan ze. Er wordt afgeteld. Tijd. Dat is een beetje jammer. Hey, ik weet niet waarom die scheidsrechter afloopt. We hebben 5 minuten te spelen, man. Jullie hebben gekeken naar de allerleukste zaalvoetbalwedstrijd ooit. Team Elia wint dit duel voor de Nouri Foundation. Naast de Kuip. Geen golazo. Die mannen waren wel beter. Wij zijn ook niet echt zaalvoetballers. Hier doen we het voor, kijk eens even hier. Mooi toch, de tijd die ze nemen voor de selfies en de handtekeningen. Fans blij maken en natuurlijk de Nouri Foundation. Maar daar speelden we voor. De tweede helft liet het een beetje gaan. Maar ja, Roy heeft me goed betaald, dus probeer een beetje weer gelijk te komen. Hij had de actie van de dag. Nee, eindelijk iets van Nederlands elftal. Succesvolle carrière, jongens. Nee, maar stop, jongens. Dankjewel. Dan de hilarische interviews en die doe je met een... microfoon. Met erop een... roze plopkap. Ja. Lekker dicht bij elkaar. Ja, hij kan. Niet dit, hè. Hij heeft naar gesport, man. Een vertrouwd plekje hier, denk ik, voor jou. Jawel. Nee, heel lang bij de KNVB gezeten. Vanaf de jeugd en tot de nationale elftal. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor de man of the match, Koen Zitoen. En hier is je prijs. Ja. Ik hoop dat we dit vaak kunnen doen en de KVB meer initiatief neemt in zulke dingen. Oh, huis. Aandachtstrekker, hè, die gast. Jongen. Ja, ik denk dat de beker het bij iemand is. Nee, die staat aan de andere kant van de zaal en de wedstrijd is begonnen, dus ik kan hem niet meer halen. Oh. En dan in de loop der jaren kom ik elkaar regelmatig tegen en dan... komt dit tot stand. Huis. En jij mag zo, Koen? Niet te vergeten, we voor de Nouri Foundation hebben voetbal natuurlijk. Ja, dus heel veel aandacht voor gevraagd en er is ook geld voor opgehaald. Dus dik shout-out. Dit is zeker mooi, vooral voor de familie Nouri. En hopelijk gaat het goed met hem. Wat vonden we van Koen vandaag? Koen? Wow, hey. Hij loopt nu tussen de Kuip en het topsportcentrum. Loopt hij de hele tijd nu heen en weer. Laten we dan kijken eens over. Wat willen jullie? Nog een rematch, maar dan op het veld. Of in de zaal, laat even weten in de reacties. Sowieso een zaal. Ik weet niet eens of ik de overkant red van een voetbalveld. Heb jij genoten? Ja, 100%. 100%. Van de tegenstander? Ja, eigenlijk wel. Ja. We hebben niet zoveel. Ik heb gewoon lekker aan het kijken, man. Die helft had iets langer moeten zijn. Had ons in plaats van 20 minuten of
120 geven en misschien hadden we nog... Kan jij een slaapliedje zingen? Slaap, baby, slaap. We waren met de comeback bezig. We hebben hem niet afgemaakt. Melanjes, hey. Man of the match. Hey. Niemand minder dan Koen Zitoen. Shop de hoed! Hoppa! Nieuwe kleedjes. 15 cent statiegeld. Oh, dat is wel... Hey. 30 cent. 45 cent. Wat is... We hebben twee Koen of zo. Er zitten daar een en hierachter. Ik dacht, hoe kan Koen dit nou doen? Hey, hey. Nou jongens, we zwaaien naar honderden fans. Hey jongens, hey. Ja, we komen zo. Inleveren. Twee goaltjes. Ja, dat waren de eerste twee in het shirt van Creators. Dus, oh, blij mee. Ja, blij mee. Ik heb ooit een toernooi in Cambodja met hem mogen spelen. Oh ja. Dat is in Vietnam. Vietnam? Cambodja. Is dat in Vietnam? Ja. Nee, Vietnam is toch een land? Ja, maar dat is de hoofdstad van Vietnam. Nee, Cambodja is een land. AK kennisclips, als je zit te kijken. Misschien hè, een nieuwe leerling. Ja, Cambodja is een land. Cambodja is een land, toch? Huh? Cambodja is toch een land? Ja, precies. Cambodja is een land. Ja, zie je? Nee, oprecht niet. Is dat, wie is dat? Hé, hey, hij was tegen mijn oor, man. Dan hoorde je hem aankomen. Afgelopen, dit interview duurt al langer dan die hele wedstrijd. Ja, dat is waar. Het is afgelopen. Ja. Kan jij, gaat hij de Kuip? Oh, ja! Oh! Ja! Zo! Like de video, reageer en vergeet niet te abonneren. Vuilnisbak. Vuilnisbak in de comments. Slaap lekker niet. Genoeg!